Goedemorgen allemaal en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag is echt een heel bijzondere dag. Ja, want er komt iets naar Texel en jullie weten natuurlijk nog niet wat. Een aantal maanden geleden ben ik naar het zuiden van het land afgereisd daarvoor. En heb ik er kennis mee gemaakt en ook superleuke en lieve mensen. En ja, hetgeen waarvoor ik heen ging, daar was ik ook meteen verliefd op. Dus toen ben ik nog een aantal keer heen geweest. En ja, de band groeide eigenlijk alleen maar en... Eigenlijk zo erg dat we wel maatjes zijn geworden. Dus ja, hij komt vandaag naar Texel. Dus ik heb al verklapt, het is een hij. Maar ja, in welke hoedanigheid en wat het dan precies is, dat gaan jullie straks zien. Ze zijn vanochtend om 7 uur al vertrokken vanuit Helmond. Dus een lange reis naar Texel. En ja, voor het eerst is hij op de boot geweest. Dus dat is ook heel spannend hoe dat is gegaan. Dus zijn jullie nou heel benieuwd wat dat is? Blijf dan vooral eventjes kijken. Cindy in de auto. Even zwaaien. We zijn nu onderweg naar stal. En ja, we hebben nu thuis nog wat spulletjes opgehaald. En ze hebben de boot uiteindelijk van 11:30 gered. Dus die komen zo meteen ook aan als het goed is. Oh, mijn hond glijdt achterin. En nou ja, we rijden dus nu het weggetje al in. Zometeen aan het eind van deze weg is de stal waar die komt te staan. Dus ja, als je een beetje al wat verstand hebt van de namen die ik nu noem, dan weet je al waar het over gaat. Je weet dus ook al dat hij Bammes heet, dat heb je net gehoord onderweg. Dus ja, zometeen dan zal je zien wat het is. Dus ja, heel benieuwd. Zijn er! Zijn aangekomen op stal, kijk. Daar zo, de stal, het erf. En dan daar het landje waar die straks mag komen te staan. En ja, daar komt hij straks aanrijden. Dus ja, nog eventjes wachten. Echt super spannend. Hey!
gezien. Het is dus een paard. Het is mijn nieuwe paard, is vandaag gekomen. Het is Wammes. Het is een ruin van 14 jaar oud. En nou ja, hij heeft dus al met Marin in de paradressuur gelopen. En ja, hij kent echt alles al. Echt een super knap paard. En hij is ook gewoon super mooi. Kijk dan. Kijk jongen, kom maar. Het zal lekker liggen. Rollen, het is al een beetje zanderig. En ja, het is de eerste keer dus op Texel en op de boot. Nou, gelukkig ging het allemaal hartstikke goed. Dus dat is echt heel fijn. En hij was ook meteen hartstikke relaxed hier. Dus ja, echt mooier had het niet kunnen gaan. Dus wij gaan samen nu enorm genieten. En ja, vandaag mag hij lekker eventjes de beentjes strekken. Lekker even bijkomen van zijn 5 uur durende reis. En nou ja, wij gaan even lekker wat eten en zijn spulletjes allemaal klaarmaken. En dan nou ja, zien jullie hem snel. Vonden jullie dit nou een leuke vlog? Doe hieronder dan even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan ook eventjes op mijn kanaal. Want dan kunnen jullie al onze avonturen allemaal volgen. Nou, tot de volgende vlog. Doeg!